Ik heb haar gevonden, dat leuk je. Kan er iemand met draal aan de fles? Yo! Beste mensen van schoolleven, mijn naam is Dardo. Ik ben al eigenlijk een hele dag wakker, zoals je kunt zien. Ik zit hier met een rare worst rond mijn nek en dat heeft een reden. Wat is er gebeurd? Ik ben gaan padellen, 2 dagen geleden. Ben gaan vallen, mijn voeten vooruit, mijn hoofd achteruit en op de grond. Dus mijn hoofd op de grond. En ik zit nu, en niet lachen, want Adamon is aan het lachen in de chat. En daarom ben ik dus beginnen vloggen, dat ik maak er een vlog van. Ik ben dus naar de dokter gegaan en de dokter heeft gezegd dat ik een whiplash heb. Een whiplash. Dus nu ben ik 4 dagen van het werk thuis geschreven. Dus veel streamen, een beetje vloggen. Ik weet niet wat we mag doen in deze vlog. In ieder geval, bedankt om te kijken. Laat een duimpje achter als je het leuk vindt. En een reactie. En nu lachen met je whiplash, hè, van de padel. Padel whiplash. Hier was al bijna accident, hè. Ik ga naar boven. En het probleem was... Ja, amai. Oh. Voorzichtig, mijn liefje. Oké. Okay. Ik ben onderweg naar het frituur. Want we gaan bij mijn broer Fritje zitten. Dan kan ik er al mijn pedekindje eens zien. En jullie ook, want dat is de eerste keer dat ik op de vlog ga komen. Maar ja, ik ben dus thuis zitten met zondag met mijn nek. En in de auto gaat dat, moeten we gewoon zo doen. Maar in de bus is dat wel iets anders. Ook met de mensen en zo werken. Dus dat is niet altijd interessant. Hè? Ik heb hem gezien. Nee, die overgaat met zijn hondje. In ieder geval, we gaan genieten vandaag. Lekker op terras Fritje eten. En dan gaan we wel zien wat dat de volgende dagen brengen. Gewoon veel editen, veel werken voor YouTube, want ik wil YouTube echt wel laten knallen. Ik wil echt wel zien dat we daar progressie in maken. Want we zitten eigenlijk al op dezelfde abonnees al bijna een jaar lang. Dat is echt raar, want we geven gewoon zo nice content, we hebben zo'n goede kwaliteit te leveren, dat die cijfers hetzelfde blijven. Dus die gaan nu omhoog gaan. Ik heb nu ook 2 verschillende vlogs bekeken. Wacht, voor de kwaliteit te zien, kijk even mee. Oké, zoals je kunt zien... Zie... Dit is Lennart en Britt. Ik zal er een filter op zetten. Ja, ik zal er een filter op zetten. Maar kijk de kwaliteit, hoe slecht dat toen was. Hier de Ben, zit hem zitten. Maar de kwaliteit was veel slechter toen. Hier had ik mijn jas. Mijn jas is gescheurd. Maar de kwaliteit van toen en nu is toch insane. Maar ik ga dat zeggen tegen mijn mama. Ze heeft gezegd dat ik een onze mannetje ben. Wat? Mijn mama moet ook gelijk. Ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Pas op. Ja. Ik heb het. De frietjes. Toen hij eens achter komen, Ricky. Ricky? Je moet wel eens achter komen of eens voor? Ja, omdat ik buiten wil eten, het is goed weer. Die krabt er bijna onder. Die krabt er bijna onder. Ja? Die kan daaronder, denk ik, als ze wilt. Nu moet ik eerst kussen uw vlogcamera. Ah, mijn vlogcamera dan. Oh, binnen of buiten? Binnen. Oké. Okay. Dan doe ik ze uit. Oké. Okay. Joehoe! Hoor het. Alles goed? Oké. Koekoek. Dat is weer al zo groot geworden. Dat is ongelooflijk. Op een week tijd groeit dat veel te hard. Ik kan een pamper doen. Het is nog goed. Voor de vlog. Oké, zoals de pamper gewoon eerst eten. En zie, ze zijn weer boven. Ja, smakelijk. Dus, eens genieten. Zwaar, Ricky. Dat is waar, Robby. Nooit zalig. Fritten, dat kan nooit iets kwaad doen. Bij deze. Dan gaan we genieten. Hè. En dan zijn we blijkbaar. Ja, de hondjes hebben een deken gekregen in Rusland. Maar we daar zitten, een twijfeltje, en daar is zo'n, wat is dat, kachelachtig ding, Ricky? Een tuinkachel. De tuinkachel. Die gaan we zo eens in gang steken, maar eerst moeten we nog een babypamper bevessen. Nee, dat echt goed, zo benieuwd. Ik weet het nog niet zeker eigenlijk. Ik ook. Als ik hem daar zo zal liggen, ik weet al wat erin zit, maar jij nog niet. Super. Ik ga eerst rustig genieten van deze lekkerheid en dan... Ziet er zo, zo een beetje uit. Zo te goed wel zien. Ik ga eerst genieten van mijn frietje. Ah, ik heb alles opgegeten, maar nu moeten ze natuurlijk laten zien. Kijk, een kleine friet over. We waren genoeg met een kleine friet. Dan moest je een grote friet hebben. Een kleine friet. Ja, zie, kijk. Nou, wat heb ik
gezegd, niemand heeft even, dus... Je hebt nog veel te doen deze nacht. Hondjes. We mogen de hondjes krijgen. De hondjes. De hondjes krijgen wel even iets. Nala? Die is onder hoofd bezig. Nala, kijk eens. Oh. Zit. De kino ook, hè. Rustig. Ach, Frit is groter als Tuntje. Och, vader, wat zeg. Kino. Je hebt al een frietje gekregen. Ja, je hebt al frietjes gehad, dat mag niet. Lekker. Zeg, je hebt al frietjes gehad. Kom eens, je hebt al frietjes gehad. Daar had ik het Nee, daar heeft hij glas in gestoken. Hij zegt, ja, ik ga dat karton hier laten staan en dan kan ik dat glas daarin steken en dan zit dat er minder op orde. En wie gaat dat glas aan meedoen? Ja, niemand, hè. Dus ik heb zo'n doos van de lounge, dan is het zo'n flap, dat is precies zo. Een opbergdoos. Ik heb daar dan al de rommel in gezet en een doos toe, dan staat er enkel een doos. Dat ziet echt niet aan ook, hè. Dus dat ziet er gewoon niet. Dan staat er gewoon een loependoos. Oh, dat ziet je. Ja, ik vind dat... En dan verhuizen en dan moet broer en vader en lief dat purper maken. Ja, ja. Lieve vloegertjes. Maar ik vind dat echt wel weer een vlog idee, wat ik goed. Ik heb weer vlogs. Al het vuil weet ik nog in een vlog. Ja, dus hou je vast, mannen. Er gaat een week vlog aankomen. Al het vuil van Dardro. Ja, pas op. Als ze die deur gaan open doen in het kot beneden, dan wil ik niet meer. Die gaan niet meer open, denk ik. Maar daar gaan we het niet over hebben. Wel, net zoals in het chauffeurslokaal heb ik gezien. Wat? Daar hangt een papier op. De ratten van de McDonald's binnen zaten. In de week, in de week. Blijven we zitten in de zomer zitten we die deur van het chauffeurslokaal open, omdat het dan veel te warm is. Ja. En blijkbaar in de week komt de streep, toevallig. Oei. De streep komt binnen en die is zo... Oeh, dat is een derde. Als ze naar Stefan gaan... Oeh, wat dit en wat dat. En ik zeg tegen Stefan, zo wat voor een vuile marter op de deur. Een marter, dat is een rat met een streep, heb je gezien. Dat is van de McDonald's, van die vuilbakken. Hè. Dan heb je de deur altijd toe, want die beesten komen naar binnen en als daar iets te ratten valt, dan zijn die binnen. Is er iets te ratten? Ja, de rat valt te ratten. Nee. Gevoel. Dat groeit wel. Met dat gewoon gestrooid. Ja, wat dat en gewalst ook nog, toch? Aangestampt. Ja. Maar wel met popcorn. Inspelen. Dat is wel mooi. Achteruit. Kom ze, de bal. Dat is flink, ze. Nog eens. Vuur maken, ja. Pas op, hè. We gaan vuur maken, maar wacht, hè. Achteruit, hè. Achteruit. Zit. Zitten. Dat is liggen. Zitten. Nee, stop. Achteruit. Zit. Pepoep. Zitten. Snapt hem niet, hè. Zie. Kunt je dat niet? Ah, kom hier. Bal hier. Kom hier. Af. Hop. Geef een bal. Nee, achteruit. Achteruit. Stop. Hier, Nala. Die kan dan niet. Nala, hier. Hier, stop. En de balken hier. Laat liggen. Achteruit. Up. Achteruit. Vriend. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ga pakken. Tjoes, pak het. Tjoe. En het gek, kom hier. Oh, flinke naam. Ongelooflijk. Oké, de Rikke gaat vuur aansteken. En dan gaan we genieten op terrassen. Stoppen, dat kan. Daar is hem al. Wat? Wat dat? Ik heb eigenlijk niet de juiste dingen voor het raam te maken, maar... Wat blokjes? Ik heb wel aanmaakblokjes, maar ik heb niet zo... Normaal moeten ze nog een beetje muzzel hebben voor dat. Ja, ga jij maar terug, want ze witsen de staart in de fik. Terwijl chill bij de koeikjes. Is Nala niet meer boos op de koeien? Nala, ben je niet meer boos op de koetjes? Waar zijn de koetjes? Waar zijn ze? Ja, daar, hè? Mooi, hè? Dat is echt rustgevend. Oké, we gaan zien of de Rikkie het vuur in brand zet. Allee, of hem het in brand krijgt. Doe het nog een verder, want... Ik zal een timelapse zetten van een uur, is het goed? Zullen we naartoe komen? Stuur dat tegen dat donker is en we licht hebben.
Ja, die koeien zijn al aan het slapen tegen ons vuur in brand staan. Deze hout is al niet droog, zeg. Dat komt goed. Ja, dan moeten we wel zien dat het echt droog hout is, hè. Dat is droog. Dat is droog, hè. Dat is geperst hout, zoals het is. Ja, maar dat daarmee aansteken. Ja, je kunt niet met een grote blok beginnen, hè. Dat gaat niet, hè. 2 hours later. Voilà. Ik krijg net een trick op die wikker. Dat is zo stofken, hè. Dat is vreet aan mijn tand. Gaat dat ook een trick geven? Nee. Ik kan het niet. Zoiets moeten we ook hebben, niks. Pas op, achteruit. Ah. Ja, dat is goed. Zorg dat er vuur is tegen je terug zijn. Met een uur zijn daar. Ben je er klaar voor, liefje? Nee, ik moet dat pamper gaan verversen. Ja, dat is toch leuk? Oefenen voor later. Hé, hey, niet zo'n gezicht trekken. Nee. En liefje, is het gelukt met de pamper? Ja. Ik had een beetje kaka gedaan, een nat windje. Een nat windje was er nu ook niet. Het is gewoon kaka. En nu zo'n flesje aan het eten. En dat zijn wel eens weer 3 uur zoet. Die eten om de 3 uur, hè. En want s'nachts mogen die 6 uur slapen en dan moeten die weer om de 3 uur eten. Dat is echt gek. Twee deed het wel goed, hè. Allee, een baby ververst. Pardon, melkje gegeven. Boerke, alles in orde. Mijn boerke net ook, hè. En Nala? Vind ervan. Ziet er nog niet echt veel vuur uit, hè. Rikke, waar is het vuur? Ik moet mijn kind eten geven. Nee, hij heeft net eten gekregen, Rikke. Ja? En nu? Ik werd geroepen, sorry. En nu, waar is het vuur? Oh, zo'n waar is het vuur? Oh, zo'n volgens mij gaat Sydney het vuur fixen. Pas op, want je gaat mee opfikken, hè. Als je niet oppast. Kom hier. Oei. Die maken lawaai, een kindje. We maken lawaai aan de koentjes. Yo! Ik zeg even, lasse mannetjes, kijk eens. Lasse, ik heb vuur gemaakt. Kijk eens. Je ziet al, de zon is al redelijk wat onder tegenover dat we begonnen. Maar je hebt dat goed gedaan, Ricky. Dank u. Mooi. Zelf. Ja, chic. Mooi. Dank u. We hebben vuur. Kijk eens aan. Mooi. Tegen skiën, hè? Ik ging vandaag normaal niet vloggen. Skiën is echt normaal, Kev, maar wil je deze boef horen, zeggen? Dat doe eens. Ik wist niet dat je dat kon. Ik ook niet. Ik ga het nog even afblijven. Hey. Ja, goed gedaan, Ricky. Je gaat dat tegen mij zeggen dat dat zit niet, dan moeten we niet doen alsof jij dat hebt gedaan. Rikke heeft dat maar goed gedaan. Wil je mijn gras filmen, dat heb ik ingezaaid. Ja? Ah, kom, we gaan het gras even filmen. Kijk eens aan. Ook niet te kort als gebeurt. Maar Nala was er net de gras al aan het uitverten, dat weet je toch? Hoe is dat? Die was hier aan het bijten aan, de, aan het gras. We gaan het gras even filmen. Er is geen gras, hè, zie? Filmt het gras is. Zie jij gras, Nala? Ah, daar, ja. Zie? Wauw. Ik moet het niet uitbijten, hè. Het is net gezaaid. Nala! Je bent gek. Je mocht er niet tegenkomen, want dan zakt dat. Ga weg. Kom hier rollen. Allee, rol. Hier, leg je op een poep. Liggen. Leg je neer. Allee. Voilà. En nu rollen. Ja, woe, rollen. Je hebt dat goed gedaan, trots op mijn broertje. Hier is al meer aan het groeien. Maar dat komt omdat de zon hier als laatst staat. En dan gaat dat niet te warm zijn, maar het gaat nog wel zonlicht krijgen. Waardoor het dat beter groeit. Voilà. En nu gaan we iets drinken. Lig hier goed aan het vuur? Kina? Dat is één heel dan. Ja. Nou, flink hondje, hè? Ja. Waarom lach je zo? Ben je happy? Kina? Ja. Ben je boos op de camera? Oh, nog iemand. Ben je boos op de camera? Goed gedaan, Rikke. Echt, ik ben trots op u. Ik kan mijn glas pakken. Ik ben van mijn vuur aan het genieten. Ja, ik zie het. Dat is wel leuk, hè? Ga dat zo 's nachts doen, rustig. Dat kunnen wij nu wel niet doen op het terras. Bij de buren.
vuur en dan moet je... Nee. Dus wij gaan op het appartement doen ze een probleem. Maar later, als we een huis hebben... Zo'n huis hebben we dat ook wel liefje, zoiets. Eén op gas, dat is nog gemakkelijker. Ja. Het staat trapper in elkander. Gewoon een gas van zijn paal. Oh. Oh. Hij zegt één op... Ik zeg tegen Lina... Ik zeg, liefje, ik wil ook zo één later. Hè. En Rikke zo. Gewoon één op gas, zegt hem. Dat gaat rapper aan. Oh. Kort, hè? Ah, dat is een heel trek in mijn nek, zeg. Ik in mijn hersenen? Ze biedt allemaal informatie van de laatste drie dagen. Ik wou Lina een knuffel geven en ik kom daaraan. Kijk wel een trek, maar super veel een trek. Oh, vind je het grappig? Hé, wees je te pijnzen? Ik heb op de goede momenten in de camera nog altijd niet aan, hè. Nee. Ik had echt je gezicht met het. Ik kan dat toch niet aan doen? De vuurmeester is ook bezig, kijk. Ik kan niet zo vuur maken. Dat is waar. Kijk, met de mooie lucht. De maan. Ik vind het vers geverfd aan, huis. Ja, vers geverfd. Ja. Wauw. Mooi, hè? Hashtag at. Heel mooi. Ja. Hashtag at. Hashtag at wie? Verf van de gamma. Ik denk het niet. Ik kan wel met gepiepen, hè, want ik verdien er niks aan. Ja. Ik ga maar moeten we piepen. Piep. Ik ga veel werk hebben in deze vlog, zeg. Ik maak eens een vlogje. Dat is wel leuk. Een zoveel vlog. Ja, pak maar iets. Ja, eindelijk iets lekker. Ja, zeg tegen mij, eindelijk een toffe vlog. Maakt niet uit, pak maar iets. Ja, pak maar iets. Ja, is goed. Eindelijk een toffe vlog, zegt hij. Een grapje, hè. Nee, ik raak er niet meer aan vandaag. Zeg. Nee, liefje, nee, dat gaat niet. Nee, want als de camera... Nee, dat gaat niet, dat gaat niet. Je staat niet op de camera. Ja, heb je dat gevoel dan met zich? Ja, mijn hersenen zijn ook... Want die raakt mij en is papaat. Maar je waar staat er van omhoog? Wat toch niet? Dat valt toch niet? Jongen, heet er al zo'n issue over en lachen we daarmee. Ook jongen, jij gaat je haar terug. Ja? Nee, dat... Ah, ik dacht dat je vleger in je handen. Klootzak. Oh, ik kan dat niet pas zorgen, jij hebt je haar terug. Ik heb mijn haar terug. Jij hebt het toch altijd afgedaan? Ja, ik was dat kwijt. Ja, ik ging op de hoek zijn. Ja, maar nu is dat terug. Waarom ga je niet meer af? Maar daar gaan ze. Dat is al lang niet. Dat is al lang niet. Ik zie dat nu pas. Maar nee. Want om altijd zijn haar af en neus, dat is zo veel beter. Natuurlijk is dat beter. Ik ga mijn camera wegleggen, want ik word er gepest. Is dat mij raar? Pas op! Ah! Zeg, was dat? Dat is de mij geven. Pas op het vuur! Kina! Top! Ah! Flop! Gek! Was dat zeg? Goed gedaan, Kina. Flink. Ik dacht dat je die had opgegeten. Ben je aan het genieten, Kina? Mooi, hè? Ben je aan het genieten van het vuurtje? Leuk, hè? Leuk. Dat is fijn, hè, Kina? Ik doe het in brilpas. Chic. Dat is wel mooi toch? Dat is gezellig. En dan gaat er dat blussen met de vijver. Op pissen ze beter. Pissen. Ik moet echt pissen. Het zou nog wel content zijn. Ik
Koekoek. Oh, ga jij nu net zo lawaai maken voor de vlog? Ja, lawaai maken voor de vlog. Dag. Tot de volgende keer. Dag. Cutie. Nou, Roger, jij ook flink. Flink dag. Trots ook op jou, de volgende keer. Schatje, pas op. Ze valt er bijna. Enthousiasme. Nog warm. Emile, we hebben al dag gezegd. En hoe zit Kina nog? Je moet geen bang hebben, dat is een camera. Dat doet niks. Je hebt altijd bangen. En dat maakt niet uit. Flinkjes? Ja. Nou, Kinaatje. Dag. Ook trots op jou, hè. Ja. Dag. We zijn terug. Ik weet niet of ik het zie, want het is al super donker hier. In ieder geval, we zijn terug in de auto, op weg naar huis. Het was een leuk dagje. Misschien een korter vlogje dan anders. Ik weet het eigenlijk niet. Hoeveel we kunnen geëdit krijgen op deze vlogje. We gaan het zien. En dan weet je misschien een korter vlogje dan anders. Maar in ieder geval niet minder leuk. Dus een duimpje omhoog. Laat weten in de reacties hier beneden wat jullie ervan vonden. En dan zien we elkaar terug bij een gloednieuwe vlog. Volgende week woensdag om 4 uur. En dan zeg ik zoals altijd, flex die biceps en joejoe! Welkom bij de Dardo-fam. Schuif maar aan en join de chat. Welkom bij...